Goeiedag, tijdens een van de vorige filmpjes hebben wij een compleet nieuwe installatie gedaan op onze Mac laptop van Mavericks. En als je dan doorkijkt, als je dan verder nadenkt, dan moet je misschien toch eens even het gratis programma Onyx verder installeren. Dus ik zoek het samen met jullie op, dat je wel de echte originele site ziet van de programmeur. En die noemt Titanium. En het is een Fransman.fr. Je klikt bovenaan op de download. En er zijn nog twee andere interessante programma's die je misschien later eens kan downloaden. Maar het gaat mij om de Onyx, het Onyx programma. Daar zit heel wat in. En het appeltje, dan weten we welke versie dat we hebben, 10.9. Een beetje googelen, en trouwens op deze website staat het ook, 10.9 is de Mavericks update. Dan zien we hier dat we een programma moeten installeren op Mac. Je ziet dat die DMG wordt geopend, die staat op het bureaublad bovenaan rechts. En dan moeten de programma's ofwel dubbelklikken, ofwel in dit geval slepen, naar de map programma's of applications als je een Engelstalige Mac hebt. Dus dan verhuist dat programmaatje van de DMG, installatiedisk, disk image, DMG. En dan komt dat hier ertussen te staan, zie je. Ik heb daar een hot corner, rechtsonder bij mij is er een hot corner, waardoor je dus een overzicht krijgt van alle software. Dat ik niet altijd terug naar die programma's moet gaan. Trouwens, meestal doe ik command, spatiebalk en dan type ik het programma dat ik moet hebben. Dan krijg je dus bij de eerste installatie altijd zo'n opstartschermpje. Ook dat opstartschermpje kan je eigenlijk wegzetten, afvinken, in Onyx. Dus dit kleine schermpje krijg je nooit meer bij de volgende installatie van VLC, van Spotify, van alle programma's die je eigenlijk downloadt, dan krijg je die niet meer. Daarvoor heb je bijvoorbeeld VLC, Onyx voor nodig. Dus we zijn nog altijd aan het installeren. Hij vraagt wie ben jij, uiteraard login, paswoord. Hij gaat ook controleren of dat je harde schijf in orde is. Supergoed. Smart hard disk check. Het kan zijn dat er een probleem is. Dan kan je rechtstreeks... Ja, dan moet je eigenlijk naar de winkel, want je moet je nieuwe harde schijf gaan hebben, want dan gaat die crashen. Normaal gezien gaat alles door. Dan krijg je dus toch wel een aantal tabbladen die je kan gebruiken. Ik gebruik Onyx ook niet zoveel. Het is enkel als ik voel dat er problemen zijn, dat ik rare meldingen krijg her en der. Zaken die niet kunnen kloppen of zaken die niet normaal zijn. Daar wordt gezegd dat alles oké is, dus dat is met die scan van daarstraks. En dingen die dus niet oké zijn, die kan je dus hier gaan rechtzetten. Ja. Dus elk tabblad heeft zo zijn eigen specificiteiten. Ik kan hier het een en ander instellen over voor op te cachen, zeg maar, de cache van de browsers. Dit is meestal iets dat je waarschijnlijk niet zult nodig hebben. Dit wel. Dit is wat ik eigenlijk opstart. Dit is, als ik dan toch iets opstart, dan start ik dat compleet op. En dan wordt ook alles gekuist. Op dat borsteltje dat in positie 4 zit daar. Wordt ook allemaal gedaan. Nu, ik kan dat niet tonen, dat kuisen, want ik zit met het programma van het filmpje dat draait. En dit programma, Onyx, vereist gewoon dat er niets open staat. Niets mag draaien, ook geen browser, niets. En dan wordt alles goed gekuist, zie je. Het allerlaatste schermpje is appearances. Nee, dat is parameters, dacht ik, ja. En in parameters heb je dus een heleboel verborgen instellingen van Mac, die nu zo overzichtelijk worden geroepeerd. Per blok, zeg maar. Het gaat over Safari, het gaat over Finder. En het zijn die blokken waar je dus een aantal zaken kunt instellen. Je zegt, oh kijk, dat kan afgezet worden. Oh kijk, ik kan dat veranderen. Dingen die je normaal gezien niet bij stilstaat misschien zelfs. En je zegt van, ja, ik ga er gewoon vanuit dat dat zo is. Blijkt dus als je dan die Onyx kent en als je dat programma begint te bekijken en uit te testen, dan zeg je, ah tja, ik kan dat veranderen, ik kan die instelling veranderen, ik kan baas zijn over mijn machine, ik kan ook dat en dat en dat veranderen. Dus daarom vind ik het toch wel interessant. Het is eigenlijk zo'n beetje onder de hood of the car, dus echt naar de motor gaan kijken, de engine, en gaan kijken, wat kan ik nog fine-tunen, hoe kan ik nog het Mac operating systeem nog meer naar mijn hand zetten.
En dat is wel met momenten toch wel interessant. Bijvoorbeeld hier kan je dus de show hidden folders en files aanzetten, dus de verborgen bestandjes uit en aanzetten. Ik herinner me dat ik het ooit een probleem had met het kopiëren, denk ik, of zo, met de backuppen te maken. En dan waren er dus bestanden die niet konden gekopieerd worden, of het is misschien wel iets anders, ik weet het niet meer juist. Maar achteraf begreep ik dus, ah kijk, dat zijn dus verborgen bestandjes, dus in onze mappen, in onze user mappen zit er nog eens een verborgen map en in die verborgen map zitten onze instellingen van Google Chrome, van Firefox enzovoort. Net zoals in Windows dat daar een app data bestaat, zoals we geleerd hebben in Multimedia 1 bij Karel de Grote Hogeschool in Office Management, ja, is hier ook zo'n verborgen map. Nu kan je dat dan dus ook zichtbaar maken, dat je daar eventueel ook instellingen die corrupt zijn of extensies die niet meer werken in Google Chrome of Firefox, dat je die kan eruit zwieren, die kan deleten. Dus dan heb je terug vat op je machine. That's my point. Daar dient Onyx voor, om te zorgen dat je terug baas bent en zaken kunt activeren of deactiveren naar gelang uw wensen. Oké. Nog heel wat keuzes en heel wat vinkjes. Stel voor, ben je overtuigd, dan moet je het maar eens downloaden van de goede site natuurlijk, geen tussenfiguren. Titanium FR was de website en ga daar eens uittesten, downloaden en uittesten. Succes!